Vandaag wil ik jullie zien hoe je deze leuke bladwijzertjes kunt maken. Ik vind ze zo leuk. Sorry. Ik heb het van een vriendin geleerd. Het is echt heel makkelijk. Echt. Ik had het direct door. En stel nu, je hebt er meerdere, maar je kan ze niet allemaal gebruiken op je boek. Of ja, schrift of wat dan ook. Kun je ze bewaren in elkaar. En dan kun je gewoon... Hier zit zo'n plek in. Kun je ze gewoon constant in elkaar gaan schuiven. En dan kun je ze gewoon makkelijk bewaren. Maar ja, ik ga dus nu laten zien hoe je ze zo handig en schattig op je boek kan doen. En je ziet meteen waar hij zit. Zie je? Zo. Ik pak het even bij. Tadaa. Oh, sorry. Tadaa. Maar ja. Dus. Ik ga het dus nu laten zien. Wat heb je allemaal nodig? Vierkantige blaadjes. Het moet vierkant zijn. Groot of klein, hoe groter je vierkant is, hoe groter je bladwijzer wordt. Dus vierkant. Een lijmstift. Balpen. Of een stift of een potlood. En je boek. Wow. Dit is niet maar een stom boek, maar dit is een boek van lang geleden. Ja. ik ga beginnen met een kleurtje kiezen. Ik heb nog geen groene. Dus ik ga een groene. Wacht. Er zit een gele en een groene. Ik wil een groene. Het is eigenlijk heel makkelijk. Je gaat het papiertje eigenlijk gewoon van hoekje naar hoekje plooien. Nu, je kan hem weer open doen. En dan dit hoekje naar die kant plooien, maar als ik dit heb al opgeplooid, ga ik gewoon meestal gewoon zo nog een kleinere driehoek maken. Maar je kan het ook gewoon weer open doen. Maakt niks uit. Als je maar vier driehoekjes in het vierkant hebt. De diagonalen. Als je dat hebt, ga je twee hoekjes nemen, deze en deze. De tegenovergestelde. En dan ga je één hoekje naar het middenste punt plooien. Zoals dit. Zie je het? Ja. En dan doe je met het tegenovergestelde hoekje ook. Ik weet niet waarom, maar ik vind dat het lijkt op zo'n kantoorachtig iets. Maar goed, ja. En dan, nu wordt het echt moeilijk. Ja, voor mij niet, maar het is wel moeilijk om te tonen. Maar je hebt dus dit. En dan ga je er... Even kijken. Dan pak je een hoekje. Ja, het is moeilijk om te doen. En dan ga je het zo plooien dat je een rechthoek bekomt. Dus dit hoekje, wacht hoor, moet gewoon een beetje omplooien zo, tot je een rechthoek krijgt. Dus gewoon zo. Heb je? Zo. Oh. Het is echt moeilijk om te doen. En dan krijg je dus zo een rechthoekje. Ik ga het eerst even plooien, dan zie je de lijn wel. Kijk, dan krijg je zo'n rechthoek. Dus als je het goed hebt gedaan, zie je hier een middenlijn. Dus ik ga het nu wel snel even weer plooien. Oh, die moet niet. Ja, en dan heb je dus je rechthoek. En dan kun je hem... Dubbelvouw. Je kan het hier doen, maar je kan het even goed daar doen. Blijft hetzelfde. En dan doe je je rechthoekje weer open. En dan doe je op één kant lijn. Ik heb het nu op die kant gedaan. Ik heb het nu dus op deze kant gedaan. En dan ga je hem dubbel plooien. En ja, je ziet het al. Oh. Je hebt een bladwijzer, maar dit is nu nog gewoon
saai. Boring. Dus ik ga er met stift oogjes op gaan tekenen. Voilà. Ah, tadaa! Hey, zou dat leuk zijn? Nee, echt niet. Maar nee, dus ik heb er nu weer eentje bij. En ik laat het nogmaals eventjes zien. Hoe dat eruit ziet. Oh ja, en je kan... Sorry hoor, wacht. Je kan ook... Je hebt hier zo'n vierkantje, dat zie je ook wel. Dat kan je ook nog eventueel naar deze kant plooien. Dat zal ik nu even laten zien. Maar dat vind ik eigenlijk niet echt... Dan kan je het ook nog vastplakken. Maar dat vind ik niet zo mooi eigenlijk. En ook niet echt zo heel erg handig. Nou, het is toch maar de voorkant, maar ja. Het is persoonlijke mening. Maar dit was het mijn video. Hoe je deze schattige platwijzertjes kunt maken. Ik ga er een naam voor bedenken. Ik ga het erop schrijven. Ik weet dat het stom klinkt, maar ik heb er gewoon zin. Mijn video van hoe je deze Jacoba Froggy like Twitter en Buddy bladwijzer kunt maken. Yay! Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Er waren heel veel kinderen uit mijn klas die vroegen: hoe maak je dat? Hoe maak je dat? Ik zag ja, ik plaats vanavond wel een video of zo hoe je dit kan maken. Val alsjeblieft niet aan. Want ja, blijkbaar vinden ze het leuk. Dus ja, dacht ik. Ja, ik maak er wel een video van. Ook voor jullie. dit was het mijn video. Dag! Doe zeker een duimpje omhoog als je het leuk vond. En abonneren alsjeblieft. Zo. Dit was het. Dag! Dat is mis. Maar ga. Wacht nog even opnieuw hoor. Hé, waar zijn ze? Ah. De camera mee. Erover. Ach ja, dag.